Ik vind het gewoon echt een laffe streek. Gewoon een steek in de rug van Maurice Steijn. Het is gewoon... Ja, je bent dan een rat als je dit soort dingen doet. Vind ik. Maar hij moet nu er toch komen met een verhaal. Mm-hmm. Ja. Want de tegenpartij, Maurice, die heeft natuurlijk al iets in werking gesteld. En terecht. Ja, nou, Jan Cabalt is nu een advocaat. Ja. Die nu een rectificatie wil van Pierre van Hooijdonk. Alhoewel Pierre vandaag nog op Twitter weer er eentje opgooide. Die ging dan weer over die Manders, die inmiddels voor de Citigroep werkt. Ja. En dat was de man die dan zou hebben gefaciliteerd dat Maurice Steijn handeltjes zou kunnen bedrijven. De voormalige voorzitter van de Raad van Commissaris van NAC heeft inmiddels gereageerd. Edwin van Baal, die zegt geschrokken te zijn van insinuaties en aantijgingen aan het adres van Maurice. Wij herkennen de uitlating van Pierre verre van en distancieren ons daar ook van. Deze zijn onterecht en schadelijk. Binnen NAC-God altijd een heel streng beleid op het gebied van toezicht. En er waren niet 4, maar 6, zelfs 8 ogen die alle transfers in de gaten hielden. Dus deze man zegt zelf ook, dit gaat echt helemaal nergens over. Nee, maar dat is een schande dat hij dit roept durf dan ook. Zeggen. Ook durft te zeggen, maar ook, ik snap ook de NOS niet waarom je hem dan aan tafel zou laten. Jij zegt hij moet weg. Tuurlijk. Als jij zulke dingen zegt wat niet waar is, wat moet je dan met zo'n man aan tafel? Dat moet nu gaan blijken. Maar hij zegt dat het wel waar is. Ja. Maar de NOS heeft er ook op gereageerd en heeft gezegd... van de gasten aan tafel wordt verwacht dat ze hun mening en analyses geven. Het is wel belangrijk dat deze meningen onderbouwd worden. Dat is in de eerste uitzending van het seizoen onvoldoende gebeurd. Dat is een onderdeel van onze huidige evaluatie van het programma. Ja, Wim. Hey. En Vermeulen. Ja, nou, dat denk ik haast. Nou, ja. Wat ik gisteren... Om Martijn Dekker, woordvoerder. Ik vond het geen leuke uitzending. Dat is kijk, je kan het wel journalistiek kan je dat allemaal weer interessant vinden. Maar ik vond Rafael van der Vaart, die over het algemeen toch ook wel grappig en leuk had er helemaal toe komt. Ik vond ze allemaal heel obstinaat. Maar het was natuurlijk heel moeilijk om er tussendoor te komen, hè? Ja, maar ze waren als iemand dit vond, dan was je belachelijk dat je dat vond. En als je dat vond, dan was je niet goed bij je hoofd dat je dat vond. Weet je, was het geen... Dan heb je dat veel. Ja, dan wist niet wat aan de hand was. Nee, ik vond het niet prettig. Nou, meestal kijk ik er toch wel leuk naar. Wat ze natuurlijk altijd doen bij de NOS, ze zetten een... Ze zetten er eentje voor Feyenoord neer. Dus Pierre van Hooijdonk. Ze zetten Ajax-Ziet neer. Dat is Rafael van der Vaart. En ze zetten die Afellay. Dat is PSV. Lekker veilig, weet je. Mm-hmm. Zodat alle clubs vertegenwoordigd. Ja, weet je. Dus dat is lekker veilig. Maar ik vond gisteren totaal geen leuke uitzending. Nee, maar het was wel terecht dat Van der Vaart nog doorging op de situatie van wat Pierre zei. Want als je de trainer van Ajax, de nieuwe trainer van Ajax, uitmaakt voor een oplichter eigenlijk, dan is dat best ernstig. Hoe zou jij hebben gereageerd als je dit had gehoord over jou? Nou, hetzelfde wat Steijn nu doet. Advocaat, rectificatie. Ja, nu moet er één partij komen. Toch? Ja. Nou, of Steijn moet komen. Die is gekomen. En terecht. Nu moet Pierre komen. Die moet zijn verhaal afmaken. Of niet? Ja, verbaast het je dat Pierre dit doet? Ja. Nogmaals, ik vond Pierre echt, net zoals Wim, een prachtige spits. Die bij Feyenoord, dat meen ik echt. Het is niet mijn vriend, dat zeg nee, ik ook dat niet zou ik net zeggen, ja. Nee, maar het is wel ik kijk ook toch altijd wat mensen gepresteerd hebben. En het was een prachtige voetballer. Maar daar gaat de discussie helemaal niet over. Nee, ik vind ook dat Pierre van Hooijdonk geweldig van dingen heeft gepresteerd. Nee, maar dat is waar. Het is ook wel een beetje bekend hè, in de voetbalwereld dat hij wel een slag Rancuneus. Is. Rancuneus, ja. En waarom? Omdat hij Steijn zou dan zijn zoon niet hebben laten spelen. Mm-hmm. Nou, die heeft... Onder Steijn 31 wedstrijden gespeeld van de 38. Degene die niet gespeeld had, dus Sydney, was die geblesseerd. Omdat hij dronken onder de douche was gevallen en een gat in zijn hand had. Dat is het enige. Maar hij zegt dat het niet. Ja, hij was dronken na een wedstrijd onder de douche was hij gevallen. Had hij zijn hand geblesseerd, daarom kon hij niet spelen. Hij zegt dat het niet de reden is hè, dat hij dit gezegd heeft. Ik zag toch aan het begin van de uitzending toen Sjoerd zei dat Bologna misschien niet zo'n goede keuze was voor Sydney, hoe die daar ook al op reageerde. Ja. Als door een adder gebeten. Dat is een soort blinde vlek voor hem als het over zijn zoon gaat. Ja. En in dat opzicht is het daardoor zo vreemd dat hij zich nu zo laat gaan gisteravond. Het is ook wel best wel egoïstisch naar zijn zoon toe. Snap je? Kijk, hij gaat allemaal van die rare dingen roepen nu. En op een gegeven moment gaan de club ook denken, misschien in Nederland of wat dan ook, die kunnen we beter niet binnenhalen. Want zijn vader die gaat allemaal rare dingen zeggen. Ja, dus hij pakt zijn zoon daar ook nog mee. Sorry? Ja. Nederlandse club zeker. Ja. Ja, nou ja, dat begrijp ik nu ook, dat las ik op de speld, dat Ajax nu overweegt om Sydney te halen. Want het tijd is om hem even niet te laten voetballen. Dus dat ze misschien wel binnen willen halen. Het zou wel weer een actie zijn, hè? Het zou weer een actie zijn. Maar voor Maurice is het toch heel vervelend om zo binnen te komen. Ja. Want dus maar kijk, vorig jaar riep Pierre natuurlijk ook al steeds dat het niet zijn verdienste was. Dat Sparta dat zo goed deed. Ja. En hij ging nu ook roepen dat het een luie trainer is, weet je, die de spelers 3-4 dagen vrijgeeft. Omdat hij gunt hem gewoon helemaal niks. Nee, hij slaat er een beetje in door. Nou ja, toen hebben we Steijn destijds ook uitgenodigd, een paar maanden geleden. En toen vroeg ik hem, vind jij Pierre van Hooijdonk ook een lul?
Ja. 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 Ja, zeker. Zo, zo beginnen we lekker. Ja, toch? Dan zijn we gelijk binnen. Ja. Mooi. Ja. Ja? Ja, duidelijk zijn, toch? Ja. En kun je een beetje toelichten ook waarom? Nou ja, kijk, Pierre is natuurlijk super rancuneus richting mij. Omdat ik ooit 2 jaar geleden zijn zoontje niet altijd opstelde. Wat zowel voor mij als na mij ook niet altijd gebeurde. En ja, hij voelt zich geroepen om te passen en te onpassen op tv. Mij, maar ook Sparta naar beneden te halen. En ja, weet je, op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel een beetje lachwekkend en zielig aan het worden. Als je hem bezig ziet bij de NOS. En, ja, kijk, je verwacht als de mensen daar aan tafel zitten dat ze gewoon onafhankelijk hun mening geven wat er gebeurt dit weekend. Mm. En, maar ja, die zesde plaats is ook niet zozeer jouw verdienste. Nee, maak nee. Daar zijn woorden op. Nee, dat is heel goed steeds. Spelersmateriaal. Ja, ja, dat is het steeds. Dus, maar goed, Pierre is natuurlijk, heeft altijd dubbele agenda's en kan nooit onafhankelijk iets zeggen. Dus ja, ik nogmaals, het is een beetje zielig aan het worden. Ken je dit, Dick? Duidelijker kan het niet. Nee, hè? Zoals hij het uitlegt. Ik hoor net dat Andy zegt dat Pierre niet meer op tv kan bij de NOS. Wat vind jij? Ja, dat is afhankelijk of het waar is of niet waar is. Maar ik vind, ook al zou het waar zijn, kan je het nog niet zeggen. Tuurlijk kan hij op tv. Waarom zou hij nou niet op tv kunnen? Ja. Nou ja, als jij zulke dingen zegt over iemand wat ja, niet waar is... Ja, maar dat weet je niet. Is, er worden zoveel dingen aan de talkshow NAC heeft toch ook wat gezegd. Ja, maar NAC weet het misschien niet. Dus NAC zelf zou niet weten wat er gebeurt. Het is een aantal jaren geleden, hè? Ja, maar het gaat wel over dat feit dat ze zeggen... niet 4, maar 6, zelfs 8 ogen hebben altijd die transfers in de gaten gehouden. Ja, maar dat valt ook te betwijfelen bij NAC, toch? Want er is altijd wel wat bij NAC. Al jarenlang. Ja, okay. Jarenlang gaat alles fout. Het is gewoon een puin op bij NAC, als ik jou zo hoor. Jarenlang alles fout bij NAC. Ja. Maar goed, het is geen lekker begin. Ajax heeft aangegeven om in alle vormen te gaan steunen. Er is nu weer een rectificatie onderweg. Dus althans, dat moet je afwachten. Misschien gaat hij het niet doen. Dan gaat hij met verhalen denk komen. Dat Pierre voorlopig even geen wedstrijd bij Ajax moet doen. Nee. Dat hij niet naar dat stadion moet dat gaan. Dat deed hij toch wel niet volgens mij. Ja. Nee. Nou ja, goed. De kans was gisteravond, dat gevoel had je een beetje, dat er ook eentje weg kon lopen. Had jij dat niet een beetje, dat op een gegeven moment irritatie zo hoog op? Nee, dat gebeurt alleen in jouw programma. Ja, denk je? Ja? Oh, oké. Okay. Ja, Johan is wel eens weggelopen, toch? Dat vonden de mensen wel leuk, volgens mij. Ja. Toch? Wim zou dat wel doen. Wim zou wel weglopen, denk ik. Ja, nou, Rafael is ook een type die wat dat betreft, als het niet meer valt, wegloopt. Hè? Stoom kwam met zorg gisteravond. Ja, ja, maar ook omdat hij dan gaat hij zeggen, die Van Hooydonk tegen Rafael van... Heb je gedronken? Of heb je pilletjes? Heb je pilletjes gebruikt, zei hij op een gegeven moment ook. Is toch onzin? Hij, ja. Kan je ook niet zeggen. Heeft die keer niet gedronken en dan... Maar die grap zou jij ook kunnen maken. Kom maar dat was geen grap, het was gewoon omdat hij niks meer wist te zeggen. Dat was